nieuwe outlet-store van de erotische winkelketen Christine Le Duc in Arnhem zorgt in de buurt voor verhitte taferelen. Omwonenden winden zich nogal op over de foto's van halfblote dames. Vooral omdat de shop aan de Klaverlaan in de wijk Malburgen grenst aan een flat. Meerdere buren hebben intussen een klacht ingediend bij de gemeente. Ik heb eerst contact gezocht met de gemeente, omdat ik problemen had met de borden die boven de dakrand uitsteken, waar wij met de keuken achter tegenaan zitten kijken. Dat is mijn grootste ergernis geweest. En vandaar dat ik de gemeente gebeld heb. De gemeente die heeft gezegd van nou, het gaat via een omgevingscommissie. Daarna heb ik gedacht van nou, ik moet er wat druk achter zetten. En het gaat me helemaal niet om dat daar een Christine Le Duc zit. Maar het gaat over de topreclames. Dat is allemaal veel te veel wat erachter zit. Ik heb ook in de krant zetten ze ook dat ik gezegd had, het lijkt wel een hoerentent. Nou, daar lijkt het ook wel een beetje op. Maar goed, ik zit erboven, daar heb ik allemaal geen last van. Maar het bord wat boven het dak uitsteekt gaat er echt af. Ik onderschrijf hetgeen wat mijn buurman heeft verteld. Ik onderschrijf het voor 100%. Ik vind het ook een grote aanfluiting voor de flat. Ik vind het de flat ver naar beneden halen. Want ik vind het een tent met al die beeldenissen van die halfblote en met speciaal ondergoed geklede vrouwen. Vind ik geen stijl geven. Hè, in zijn winkel. Dat Le Duc er zit, akkoord, heb ik geen moeite mee. Maar wel met hetgeen hoe het gebracht wordt. Ja. En de grootte van de letters, ik vind het afschuwelijk. Want vanaf de overkant van de Nijmeegse weg kun je zien dat hier Christine Le Duc zit. Met haar outfit, of outlook, hoe noemen we dat. Het is een koopflat, hè? Dat hoorde ik net. U heeft een koopwoning? We hebben een koopwoning, ja. En die willen we, ja. We hebben wel plannen om die te verkopen. En ik denk dat als mensen komen kijken en zien dat hier een Christine Le Duc beneden zit, dat ze wel een beetje twijfels erbij zullen krijgen. Zou de verkoopprijs niet ten goede komen, een winkel als dit? Nee, dat denk ik niet, nee. Ambtenaren van de gemeente hebben daarop een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat de exploitant had verzuimd om de vereiste zogenaamde omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente neemt zelf overigens minder aanstoot aan de lingeriemodellen. Volgens de gemeentewoordvoerder Maarten Post gaat het niet om de inhoud. Die is bij elke willekeurige lingeriewinkel hetzelfde. Het gaat wel om de grootte van de reclameuitingen. Die moet voldoen aan de regelgevingen. De ophef die ontstaan is hier in de buurt, begrijp je dat? Van een aantal bewoners zou ik het kunnen begrijpen. Want je hebt natuurlijk altijd voor- en tegenstanders in dit soort situaties. Het is wat imposant misschien voor sommige mensen. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, kijk maar gewoon op de straat, bushokjes of andere lingeriewinkels, die presenteren zichzelf ook, hè, met vrouwen met mooie lingerie. Dus volgens mij zijn wij daar niet anders in. Nee, jullie kiezen er echt bewust voor ook om alleen met lingerie naar buiten te komen, hè, qua etalage. Ik kan me voorstellen dat hier ook andere, er staan hier andere artikelen, laten we even zo formuleren. Die zou je ook in de etalage kunnen zetten, maar daar kies je dus echt voor om dat niet te doen? Nee, daar kiezen we inderdaad bewust voor om dat niet te doen. En ja, dat zou denk ik voor de meeste mensen aanstootgevend zijn, wat ook echt begrijpelijk is. Ook voor gezinnen uiteraard, voor de buurt die hier wonen. Ja. Dus we focussen alleen maar op lingerie. We beleven met het hoofdkantoor van Christine Le Duc om nou precies te vragen hoe het zit met die omgevingsvergunning. Met de gemeente. We hebben begrepen dat de gemeente is benaderd omdat er omwonenden geklaagd zouden hebben over de grootte van het bord bovenop het dak van onze outlet. En wij waren daar niet van op de hoogte. En de gemeente heeft ons benaderd en die heeft heel vriendelijk gevraagd van wat is er aan de hand? En wij hebben aangegeven, ja oké, als u zegt dat het bord te groot is, dan gaan wij dat aanpassen. En wij wachten op een brief van de gemeente. De gemeente geeft ook heel duidelijk aan, het heeft niets te maken met het kleurgebruik. Het heeft ook niks te maken met de uiting van de beelden. Allemaal helemaal prima. Zelfs omwonenden geven aan dat ze het eigenlijk wel heel erg leuk vinden dat het leegstaande pand weer wordt opgevuld. Dus de meeste omwonenden zijn eigenlijk heel blij met ons. Alleen ja, het bord is net even iets zo. En als de gemeente Arnhem straks zou besluiten dat de grote gevelreclame in strijd is met de regelgevingen, dan heeft de keten al een plan B. Ja, dan gaan we het bord aanpassen. Geen enkel probleem. We moeten een paar centimeter af. Dus als dat de regels zijn, dan gaan wij daar als Christine natuurlijk uiteraard helemaal in mee.